Hartelijk welkom bij deze eerste Schuldig on Tour. Wat is er nou eigenlijk aan de hand in dit land als het gaat om het hebben van schulden? Hoe komen mensen daarvan af? Wat kunnen we eraan doen om het systematisch anders te organiseren? Wat zijn werkelijke oplossingen? Ik vond het eigenlijk best wel een succes. En ik vond het publiek inderdaad heel erg actief. En de gespreksleidster was fantastisch. Wat slim is die vrouw. Wie studeert over dit onderwerp? Wie is professioneel betrokken bij dit onderwerp? Als je iets niet kan, dan gaan we je helpen om het zo te organiseren dat het weer wel lukt. Dat geldt ook voor mensen in de schuld. Op dat moment kun je iets niet. Namelijk je financiën goed ordenen en je gezin op orde houden. En we gaan ervoor zorgen dat het weer zo ver komt dat dat ook weer kan. Dat je dat zelf weer kan. Het werk wat je doet moet je kunnen uitleggen. Dat is gewoon heel belangrijk. En dat is heel moeilijk door de regels die we hebben. Het zijn hele gecompliceerde regels. U bent eigenlijk een stressveroorzaker. We proberen in contact te komen met mensen. Maar ja, dat is gewoon soms heel moeilijk. Er zijn nog steeds mensen die denken dat wij geen woningen ontruimen. Als wij daar komen en wij gaan een woning ontruimen en mensen denken dat het niet gebeurt, ja, dat is wel een drama, want dan wordt u ontruimd. Voelde dus een soort bubbel in de zaal en enthousiasme en ideeën en radicale ideeën. Ik heb geen schulden, maar het is me allemaal ook nooit uitgelegd. Wat is de Belastingdienst? Waarom betaal ik belasting? Voor wat? Waar gaat het naartoe? Niemand vertelt dat soort dingen, dus je hebt er ook geen idee van wat het is. Weet je het ondertussen wel? Nee, nog steeds niet. Ik vind het geweldig dat we dit programma op tv hebben gezien, zodat er een maatschappelijke discussie over komt. Want volgens mij is dat het begin van verandering. Dat je met elkaar je realiseert, Jezus, dit kan mij ook gebeuren. Ik sluit me aan bij de opmerkingen van de lector in het kader van schuldhulpverlening. Ik mis onderzoek. We doen dit, maar heeft het ook wel effect? Het feit dat deze documentaire gemaakt is en dat zoveel mensen in ons land er zo van onder de indruk zijn, zegt natuurlijk waanzinnig veel. Godzijdank. Want dat betekent dat ons land helemaal niet zo beroerd is. En alleen maar dat is ja. Ja, maar de essentie is dus, en dat zie je nou. Ik ben schuldhulpverlener in Amsterdam-Zuid. Wat we heel erg zien in ieder geval is dat maatwerk heel erg belangrijk is. Als we maatwerk willen leveren, wat we het allemaal over eens zijn vanavond, waarom moeten we dan altijd die wetten en die regels veranderen? De wethouder die had het over meer lef, meer ballen tonen en af en toe je misschien niet aan de regeltjes houden. Tussen de regels door werken en ballen hebben. Ja, dat is datgene waar ik als wethouder borg voor wil staan. Ik wil dat uitleggen. In het gremium waar ik verantwoording heb af te leggen, namelijk de gemeenteraad. Dat is best lef hebben om dat naast de staatssecretaris te zeggen. Meer moed en ik leg het ook graag aan mijn buurvrouw uit. Goed. Dus, nou, heel fijn, heel graag gedaan. Goed. Ja. Hoi. Ja. Hoi. Hoi. Nou. Goed.